Ja, we hebben veel te bespreken over de BNB vol liefde. Ja, 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 ja. Ho, laten we maar snel naar Frankrijk gaan. Ja, daar schakelen we heel vlot naartoe. Want daar zit natuurlijk Koffiefilter, bijgenaamd Anja. En Koffiefilter, die heeft daar te maken met twee mannen natuurlijk. En daar zit ene Joop. Bijgenaamd opzij. Een oude ambulancefiguur. En die kan het niet verdragen dat Koffiefilter het nu heel goed gaat vinden met een oude zeeman, ene Peter. En die zeeman, ja, die noemen wij natuurlijk even kaptein Iglo. En Iglo, die gaat goed met Koffiefilter. Maar opzij, die wordt daar helemaal gek van. Sterker nog, die is knetterjaloers en daardoor ook nog eens een keer stront vervelend. Dus wat moet hij nou gaan doen? Ja, opzij. Die moet heel snel in zijn ambulance stappen en hop, weggaan daar bij Koffiefilter. En gewoon ruim baan maken voor Iglo. Schakelen wij heel snel door, iets verderop in Frankrijk. Want daar zit pas du tout, bijgenaamd Thijs. En die Thijs, die ging ineens, Helena, bijgenaamd naambordje, die ging naambordje in één keer afzeggen. Die zei, ik zie het niet en weg. Maar in die tussentijd zat die wildplukster, bosbeestje, die zit daar ook maar te vervelen. Gadverdamme, die bosbeestje zeg. Ja, bosbeestje, die liet ineens weten, ik zit er doorheen. Die zit daar in totale rust, ergens in Frankrijk. En bosbeestje kon het mentaal niet verwerken dat er ook nog een andere dame was. Jongen. En die ging zich alleen opsluiten bij haar campertje. En die is een enorme schreeuw voor aandacht. Kijk mij eens helemaal zielig bij mijn campertje zitten. Zien jullie wel hoe zwaar ik het heb? Ja, we zien het, bosbeestje. Hoe zwaar jij het ermee hebt dat er ook nog een andere dame is. Nou, ik zou willen zeggen tegen pas du tout, kijk uit met de bosbeestje. De alarmbellen zijn nu afgegaan. Je hebt hier te maken met labiel aanstellen. En noem het allemaal maar op. Dus ik zou er niet aan beginnen aan bosbeestje. Schakelen wij weer heel snel door naar Spanje. Want daar zit Albert, bijgenaamd Lomp. En die krijgt op bezoek een Poolse zangeres, een sopraan. Ja, maar die Poolse die is van het type, ik zal en ik moet scoren. Ja, en daarom noem ik haar eventjes Lewandowski. Ja, voor de mensen die dat niet weten. Dat is een voetballer, een topscorer uit Polen. Lewandowski. Maar zij, die Lewandowski, zij gaat alles in het werk stellen om hem in te pakken. Strikje eromheen. Lewandowski was al na ongeveer een uur of twee, was al verliefd. Ha! Hoe heet hij? Ja. En kon niet wachten om hem al aan te raken en te zoenen en noem het allemaal maar op. Oh, het is levensgevaarlijk. Dus ik moet Lomp. En trouwens, die Lomp die gaat het allemaal, dat zie je dan ook nog eens een keer. Die loopt ook weer te kwispelen en die vindt het allemaal leuk. Al die, au. Lomp, ik waarschuw je nu, hè. Je gaat ontzettend de mist in met deze Lewandowski.